11 en 12 maart 2022. En dan is het weer NL Doet. Elk jaar is er een hele grootste, de grootste van Nederlandse vrijwilligersactie. Heel veel mensen doen op heel veel plekken heel mooie dingen. Nou, een van die plekken waar ze sowieso elke week al goede dingen doen, heel goed vrijwilligerswerk, is de scouting op de boot Kuik. Maar dat zeg ik natuurlijk helemaal niet goed. Ik heb bij me de heer Wim van Rijswijk. Wim, hoe zeg ik het goed? Ja, je bent hier op de boot. Wij praten eigenlijk nooit over de boot, maar ja, het is van oorsprong een Belgisch schip. Dus het heeft de Belgische naam nog steeds, de Jules. In ieder geval welkom op onze Jules. Ja. Ja. Bij de waterscouting? Ja, dat is de waterafdeling van Scouting Kuik. We hebben hier in de Kraaienbergse Plas het onderkomen voor onze waterafdeling. Ja, de landafdeling die zit op de Valuwe, op de Galberg in de Blokhut. Ja, daar is het een beetje lastig voor ons om met die bootjes te varen. Dus ja, die liggen hier aan het water. Ja, ja nou, je hebt hier prachtige plassen. Je kunt alle kanten uit hier, hè? Want we staan nu op een hele grote boot. Kan je daar in het kort iets over vertellen? Ja, dat is een verlengde Vlaamse spits. Hij is 47 meter 15 lang. En zij, een boten praat je altijd over vrouwelijk. Ze is gebouwd in 1913, dus ja, bijna 110 jaar oud. Ze doet het nog best, alleen ja, na 110 jaar, niet alleen zoveel lang, maar eens in zoveel tijd zal er weer een nieuw laagje verf op moeten. Dus we hebben vandaag uitgekozen om vandaag een stuk te schilderen aan de boot. Ja. Ja. Nu zag ik hier net al iemand heel enthousiast met een pot rode verf. En toen dacht ik van, hè, hier op het dek is alles grijs. Waarom nu ineens rood? Ja, we hebben ooit, dat zijn luiken die open kunnen. Dat zijn onze noodluiken. Je kunt van een boot aan de voor- en de achterkant eraf. Maar als er ergens bij in de buurt van een van die trappen wat gebeurt, dan moeten er meer plaatsen zijn. Dus er zijn twee nooduitgangen. Dat wel. Die luiken die staan eigenlijk altijd op een kiertje open als de mensen aan boord zijn. Als er een keer een calamiteit zou zijn, we hebben het gewoon tijdens een oefening gewoon een keer meegemaakt, dan komt de mensen aan boord, brandweer of wat dan ook. En als je dat niet weet, dan lopen ze zo over de luiken heen en dan trappen ze net die dingen dicht. Dus als we ze toevallig signaalrood rood schilderen, dan is toch voor iedereen van, hey, daar is iets aan de hand, dan moet ik omheen lopen. Dus ja, als je gelijk een nooduitgang dichtgooit, dan kun je er ook zelf niet meer in daardoor. Dus dat is inderdaad de manier om het afwijkend te kleuren. Ja. Dus geen creatieve decoratie, maar gewoon puur de veiligheid. Dat is inderdaad een puntje vuur de veiligheid, ja. Ja. We hebben 8 kleinere boten. Wij noemen dat lelyfletten. Dat zijn speciaal, ergens in rond 1950 zijn die ontworpen voor scouting. Ze worden 99% van de boten die bij een scoutingvereniging in Nederland gebruikt worden, zijn dit boten. Er zijn ook wat groepen in België die de type overgenomen hebben en zelfs in Engeland. Dus wat dat betreft is het blijkbaar een systeem wat goed is. De voor- en de achterkant, daar zitten luchtkasten in, dus in feite zijn ze onzinkbaar. Dus ook dat is weer een stuk veiligheid voor de jeugd. En ja, op die manier hebben we een aantal boten waar de as speelgoed, zeg maar, voor de jeugd. Voor 2000 hebben hier twee scoutinggroepen liggen. Hè? Wij zijn dan Scouting Kuik, een andere boot. En misschien gaan we daar heel even kijken. Die andere boot die was van Scouting Overasselt. Die kwamen dus van de andere kant van de Maas. Ja. Die groep is op een gegeven moment door gebrek aan leden is die opgedoekt. Wij zaten toen heel goed in onze jeugdleden, tot we al aan 4 bootjes niet genoeg hadden. Wij draaiden met 3 groepen tegelijk. Dus af en toe waren er 70 kinderen die wilden varen. Op 4 bootjes ging niet. Toen hebben wij die boten van hun overgenomen. En dat kon onder één voorwaarde, tot we dat schip er ook bijna kwamen. Dus inmiddels hebben we dus 2 wachtschepen liggen hier. Ja, ja, maar al die schepen en boten, dat red je niet in een weekendje. En al doet hij al die onderhoudsklussen. Nee, dat klopt. Maar onderhoud aan de zeilbootjes, dan doen de zeevenkenners en de wildvaart, dus zeg maar de jeugdleden boven de 12 jaar, die doen in de winter zelf dat onderhoud aan die bootjes. Dus wij hoeven gelukkig alleen maar,
deze wedstrijd te doen. Ja. Jullie hebben een klusteam om de hele boel wel een beetje bij te houden hier. Ja. We zijn normaal met drie man die dat onderhoud zowel aan de boot, maar ook aan het terrein doen. Dat zijn gepensioneerden en dat doen we op de woensdagmiddag, als het een beetje weer is. Want als het hard regent of flink vriest, dan zeggen we ook van bekijk het. En inderdaad op de zaterdag. Dus, ja. Nou ja, een mooie bezigheid, dat sowieso. Nu is het vandaag zaterdag en dan stel ik me voor, nu zouden hier kinderen moeten zijn, toch? Ja, dat klopt. Alleen deze, waar zijn ze? Waar ze zijn. In Kuik. Het is ook de week van de collecte van Jantje Beton. En ook scouting doet daaraan mee. En ja, onze jeugdleden die hier zouden moeten zijn, die zijn nou aan het collecteren in Kuik. Om op die manier wat geld binnen te halen. Oh, dus die zijn nu ook eigenlijk een beetje aan het al doen, want die zijn ook vrijwilligerswerk aan het doen. Ja, inderdaad, die zijn op die manier ook vrijwilligerswerk aan het doen. Kunnen jullie nog leden gebruiken en waar kunnen ze zich eventueel informatie verschaffen of aanmelden? Ja, we kunnen inderdaad nog leden gebruiken, zowel hier bij de Watertak, maar ook in de Blokkert. Aanmelden dat kan via onze site www.scoutingkuik.nl en daar staat van alles op. Als je naar het menu klikt, kom je bij elke speltak en dan wel. Vanaf water daar vragen we toch dat ze minimaal 7, 8 jaar moeten zijn en ze moeten zwemdiploma hebben. En ja, die eisen hebben we op het land niet, maar ja, voor veiligheid op het water is dat toch wel verplicht. Maar meer gegevens en adressen en telefoonnummers van de leiding van de betreffende speltakken staan allemaal op onze site. Nou, ja, wij maken er nu een eind aan, want wij staan hier wel heel gezellig te babbelen. Heerlijk in het zonnetje. Maar zo wordt er niet gewerkt, hè? Nee, dus nee. Schuurpapier en een kwast in de hand en aan de gang? Gaan we aan de gang, ja. Inderdaad, ja. Oh, okay. Nou, dankjewel voor je tijd. Ja, hartelijk dank dat jullie hier geweest zijn. Dus, en tot de volgende keer misschien. Oké. Okay. Goed bezig. Hey. Hey. Ja, kom maar. Ja, je mag hier omkiepen, doe ik. Hier, heel veel weg. Heel veel op de grote hoop. Kiepen. Goed zo, jongen. Fantastisch. Waar, Nico? Zo. Daar hebben we nog eens vandaan. Ja. Gaan we nog een keer? Ja. Hop, mag je door de boog heen? Waar het ook altijd een hele drukte is tijdens NL Doet, is bij Wereldtuin Verdeliet hier in de Valuwe in Kuik. Normaal gesproken zijn er al heel veel vrijwilligers die hier hun best doen in de tuin en het winkeltje en alles wat hierbij hoort. Maar vandaag zijn er extra veel mensen natuurlijk, want mensen komen graag een dagje tuinieren. En wat ze allemaal aan het doen zijn, nou, dat gaan we gewoon vragen aan iedereen. Loop maar mee. Hier zijn drie mensen druk bezig met, ik heb eigenlijk geen idee. Mevrouw, wie bent u? Ik ben Paulien. Paulien, wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn hier de takkenrail aan het herstellen. De takkenrail? Takkenrail. Wat is dat? Dat zijn allemaal takken die we hier snoeien van de bomen enzovoort. En die leggen we hier mooi in een rijtje neer. En dan kunnen dan de egeltjes en vogeltjes allemaal nestjes in maken. En het is gewoon heel milieuvriendelijk. Dus jullie doen aan woningbouw op dit moment? Zo is dat. Hard nodig toch, hè? Ook voor de dieren. Zeker. Ja. Nou, ik hou jullie niet van het werk dan, hè? Dank u. Ga je gang. Dank veel plezier. Ja, dank u. Ik sta hier volgens mij bij een bedje van sla en jij bent? Corrie Kremers. Ja. Corrie, wat zijn jullie aan het doen vandaag? Wij zijn aardbeienplantjes. Wij zijn de slaplantjes aan het zetten. Ja. De tuin of de kassen die zijn van de week zijn die geplaatst en nu kunnen ze gevuld worden.
Kijk, en daar ben je speciaal vandaag voor gekomen tijdens NL Doet? Nee, niet alleen voor de slaapplantjes, maar de werkzaamheden die er zijn. Hè, die pikken we op en die doen we. Ja. Ja. Nou, heel leuk. Heel goed. Laat het maar groeien, zou ik zeggen. Zullen we doen? Zeg maar gedag tegen de plantjes, dan groeien ze goed. Dag Sla, ik kom jullie binnenkort kopen. Goed zo. Dag. Maar je hebt geen geulen langs. Hier zijn twee dames druk aan het harken en zo. Jij bent? Anita. Anita, nou ja, wat ben je aan het doen? Wij zijn hier de grond aan het klaarmaken. Want er is iets overheen gereden omdat het hek geplaatst moet worden. En is over de aardbeien heen gegaan. Oh jee. Dus we moeten alle aardbeien die zeg maar... platgewald ja, zijn? Ja, zoiets. Die grond gaan we eruit halen. En dan gaan we het straks weer allemaal netjes... mooie rijen van maken voor de aardbeien voor van de zomer. Kijk, dat is de bedoeling. Zodat wij van de zomer hier bij Verderliet heerlijke aardbeien kunnen heerlijke kopen. Heerlijke zomerkonietjes kunnen kopen. Oké, okay, nou, ja. Dan hou ik jullie niet van het werk af, hè? Oh, dat geeft niet. Ga ervoor. Ja, het is lekker weer. Ja, dus precies. Wat wil je nog meer? Nou, werk zeg. We hebben nou zin. Ja. Ja. Nou ja, hier een oude bekende Lonneke. En ik zie jou en Christ de hele tijd met een meetlat lopen. En wat zijn jullie aan het doen? Nou, wij zijn even aan het uitmeten. Kijk, het nieuwe stuk van de tuin. Er komt ook een deel waar we zouden moeten kunnen parkeren. En we zijn even aan het uitmeten hoe we dat zouden kunnen combineren met het labyrint wat wij hier ook aan willen gaan leggen. Dus dan hebben we een half verharding die we op verschillende manieren kunnen gaan gebruiken. Kijk, en een labyrint? Een labyrint. Heel moeilijk om een paar woorden uit te leggen. De meeste mensen kennen het verschil niet tussen een labyrint en een doolhof. In een doolhof kun je verdwalen. In een labyrint vind je je weg. Door... En dat past eigenlijk wel heel erg bij Verderliet. Nou, daar laten we ons de volgende keer over verrassen dan. Ja. Wat een labyrint is. Ja. Dankjewel en meet rustig verder zou ik zeggen. Ja. Succes. Dat is goed. Nou, en dit is weer iets compleets anders, want hier wordt een of andere constructie gebouwd en de naam van u is? Aardplas. Hallo Aard. Ik ben de bouwbegeleider vandaag. De bouwbegeleider? Ja, dat is een hele verantwoordelijke taak, maar die heb ik met plezier op me genomen. Kijk. En wat we hier bouwen is dus een nieuwe kippenhok, een grote ren met een nachthok. Want we hadden het probleem dat we onze kippen steeds kwijtraakten. Ah, keep quiet. Roofvogels ontsnapten en dan gaan we dus een heel degelijk... kippenrent bouwen met een nachthok en dan hopen we dus dat we 10 kippen die we gaan houden voor de eieren, dat we die binnen kunnen houden. Dus dat is het plan voor vandaag. Aha. We hebben zojuist dus het net gespannen, het dak. Dat gaan we nou verder netjes afwerken en dan kunnen we aan de zijkant het gaas aanbrengen. Dan kunnen de kippen bij wijze van spreken er al in. Ja. Nou, dat schiet op dan. En wanneer is de bewoning klaar voor de kippen, denk je? 1 april. 1 april, dan mogen ze hier... Dan laten we ze los en dan kunnen ze het gaan leggen. Hè? Dan mogen ze voor ons gaan leggen en voor de buurt. Hè? Ja. Heerlijk. Ja. Dus groente, fruit en verse eieren. Verse eieren, kakel, vers zo gezegd. Okay. Ja. Nou, dankjewel. En ja, dan hop, aan het werk dan maar. Hè? Want ja, 1 april doorwerken. Is al bijna. Moeten we wel doorwerken. Ja, zeker. Tot ziens. Lisette, ik zie jou de hele dag op en neer lopen met de kruiwagen. Wat ben je toch aan het doen? Wij zijn het zand aan het ophalen hierachter, want er lag nog een heleboel zand. En dat kunnen wij mooi weer gebruiken, want bij Verderliet wordt alles hergebruikt. Hè? Dus... oude materialen worden weer gebruikt en ook zo zand wat ergens ligt, dat gebruiken we. Kijk. Dus het komt goed van pas. Ja, en er zijn wel hele jonge vrijwilligers vandaag, of niet? Jong geleerd is oud gedaan. Ja. Dat is het. Dit is mijn kleinkind, die mocht meedoen. Nou. Ik ben vandaag jarig en we hebben alle kinderen uitgenodigd om mee te doen met NL Doet. Kijk. Dus die doen allemaal mee. Een beter feestje kun je toch niet hebben? Mooi, heerlijk in de hebben. Buitenlucht. In de buitenlucht, bezig. En bij zo'n mooie organisatie als Verderliet. Dus we willen nog meer. Ja, helemaal okay. Tevreden. Ik hou je niet van je verjaardagsfeestje af. Dank je wel. Lopen maar. Ga jij die kruiwagen weer terugbrengen, Louis? Ja? Ja. Dan zie ik je dadelijk. Ja, hier wordt ook heel hard gewerkt en jij bent? Ik ben Jaap van Norel.
Hallo Jaap, nou, wat zijn jullie aan het doen vandaag? Ja, wij zijn hier poging tot stratenmaker te zijn. Poging tot? Ja, poging tot. Ja, we doen ons best. Hè. We klussen wat aan en ja, hier komen de tegels te liggen. Ja. Ben je een van de vaste medewerkers van Verderliet of ben je speciaal vandaag voor NL Doet? Ja, ik ben speciaal vandaag gekomen. Ja, ja. Heel goed, en deze jongeman die zie ik al de hele dag met de kruiwagen sjouwen, ja, met zand. Die helpt ook goed mee. Ja, dat is mijn zoontje. Ja, kijk. Die wou gezellig mee. Nou, iets om in de toekomst vaker te doen hier? Ja, wellicht. Ja. Mijn moeder die komt hier regelmatig en die vraagt wel eens of we meekomen. Dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Dus de dag goed besteed vandaag in ieder geval? Jazeker, ja. Okay. Nou, dan hou ik je niet van het werk, hè? Oké, prima. Succes. Dankjewel. En ook binnen is activiteit, want er staat hier meneer met een mes. U bent? Ik ben Lodewijk. Ik heb thuis pompoensoep gemaakt en ik maak hem nu af. En dat is 15 liter pompoensoep voor dadelijk bij de lunch. Oh, heerlijk. Ja. Nou, dat wordt genieten. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Bent u ook werkzaam hier bij Verderliet of speciaal vandaag? Ja, nee, ik ben hier op maandagmiddag. Heb ik mijn taken bij Verderliet. Ja. Dus dat, en dat is heel erg leuk. Dus dat, En nu speciaal in de keuken vandaag? Ja, ik heb eerst de aardbeien schoongemaakt. En nu doe ik de soep afmaken en dan is die dadelijk klaar. En dan kan iedereen hopelijk een lekkere soep eten. Dus dat, nou, heerlijk. Ja. En hij ruikt al fantastisch. Oh, hij... Ja, en na dat harde werken heb je natuurlijk een heerlijk bakje koffie verdiend. Zometeen soep, een lekker appeltje, een stukje fruit erbij. Het is goed vertoeven hier bij Verderliet tijdens NL Doet. Dus wilt u ook zoiets doen? Kijk even op de website of u kunt helpen. En anders gewoon volgend jaar is er weer NL Doet. Wij gaan rusten nu. Kom Piet, koffie. En lekker weer. Het zou regenen. Ja, we hadden wel net erboven. Anders wordt het warm. Ja, ben ik al. Ja.